Hallo kijkers, ik kom meteen in jullie beeldscherm met een brandende vraag. Hoe weet je wanneer je het gemaakt hebt op het internet? Wanneer jouw internetcarrière het hoogste van het hoogste hoogtepunt bereikt heeft en je officieel internetfamous bent? Wanneer ben je dat? Dat ga ik je nu vertellen. Dat ben je als iemand de moeite doet een neppe pagina aan te maken voor jou op Facebook. Ik ben dit niet. En het erg is, uh, ik vind die vind niet erg dat iemand zo zielig is, doen alsof hij mij is op Facebook, boeit me helemaal niks. Zou je zeggen nou ik maak er nu toch eens nog een video over? Uh, ik geef hem zelfs aandacht. Waarschijnlijk ga ik hem zo meteen ook rapporteren. Dat even terzijde. Wat het leuke probleem is, is ten eerste de, 100, de, de 166 vind ik leuks. Um, tof. Dat vind ik nu niet eens zo heel erg. Maar die 166 vind ik leuk, vind ik wel echt in een bepaalde context. De berichten die deze neppe Rick stuurt zijn zo dom. Dat je, dat, ik toch wel hoop dat die 166 mensen zich afvragen. Hé, hey, van, is dit Rick wel? Hier. Jongens liken de boel. Dat klinkt wel als iets wat ik zou zeggen. En iemand reageert, lol. En heb je hier uh, geen idee wat dit is überhaupt. Gaat er iets naar me schreeuwen? Oh, Rick Holland's next topmodel, oké. Okay. Um, hij doet ook van die dingen. Ja, ik ga weer SkyGrid doen. Over een week volgens mij. Dat was in mei. Ja, ik kan niet natrekken of het zo was. Nou ben ik wel heel benieuwd of ik ook SkyGrid deed. Over een week. Of dat het helemaal geluld is. Misschien dat ik het een keer getweet en heeft hij dat opgevangen. Ik weet het niet. Hallo mensen die mij volgen. Ik wil vragen of jullie AUB dit naar je vrienden gaan sturen. En even een like geven later. Ik weet niet wat, wie jullie denken dat ik ben. Ik ben deze debiel niet. Dankjewel. Ik zou graag vooral afstand doen van deze persoon. Die zich gedraagt als een volledige debiel. Kijk weer lekker naar een nieuwe Minecraft Survival Serpent Welkom. Zoveel typfouten! Welkom op mijn face. Feest... Me. Face. Feest... Mijn. Leer grammatica. Als je mij gaat zijn, gedraag je dan ook tik. Zoals ik tik. Ik, ik heb een bepaalde soort. Eigen, aangeleerde, irritante schrijfstijl met veel komma's die daar niet horen. Zo van, hallo, ik ben Rick. De man met de, de, met de streepje erop. Grote pik. Kijk, nu weet iedereen meteen dat heeft Rick getweet. Als je zo gaat doen. Hallo, uh, willen jullie deze pagina liken? Is van, van een vriend. Uitroepteken, uitroepteken. En dan, ja, doe ik deze pagina erbij. En dan zeg ik dit op Twitter. En dan moeten jullie retweets doen. Uh, serieus. Gast, als je mij nadoet. Stop er dan tenminste een beetje liefde in. Dit is gewoon verschrikkelijk. Iedereen die dit leest, leest. T. is de Dat is de letter, de letter T. Uh, ik draai een beetje door. Maar ik ben gewoon benieuwd. hoe dit tot stand is gekomen. En deze persoon. Ik moet eigenlijk niet te om zijn Want hij kijkt waarschijnlijk mijn video's Maar ah! Oké, okay, volgende bericht We gaan een spel doen We gaan iemand op Twitter Petten? 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 Pe Twitter, super TV TV fan op Twitter Zegt Rick dat je Rick zegt dat je cool bent Bent Met de T t, t Hallo mensen, we gaan een spel doen En je kan wat winnen De prijs is geheim Oh, dat is al een supergoeie wedstrijd. Je moet naar een supertufan op Twitter sturen dat Rick, ik, zegt <tie> <tie> dat je mooi bent. En de eerste die dat bericht stuurt met een te, goed gedaan, neem ik als vriend op Skype. Waarom zijn hier zes reacties op? Ik heb al je video's gekeken. Rick, mag ik je op PS3? Ik heb het gedaan. Dit is verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. Deze persoon is verschrikkelijk. Uh, dus ja, ik, ik, ik ben internetberoemd, want iemand heeft de moeite gedaan dit over mij aan te maken. Ook erg veel moeite in de profielfoto, die duidelijk gewoon een screenshot is van uh, een van mijn video's. En volgens mij ook echt een hele oude video, aan mijn mooie krullen te zien. Dus ja, tof dat je die moeite hebt gedaan. Maar ik heb ook een Twitterpagina. Uh, kut, ik had hem klaar, zeg. Ik had hem klaarstaan. Rick Broers. Hier, deze gast. Hij heet uh, Rick Niet Boers. En hij heeft serieus een heleboel volgers eerst nog. Hij, hij, ging heel veel mijn, hij, hij volgt, samen alle mensen die ik ook volg. Super grappig om te zien. Dit zijn alle mensen die ik ook volg, namelijk. Ik volg onder andere de douane. Uh, <laughs> hij volgt alle mensen die ik ook volg, ja. En wat hij dus doet, is omdat hij alle mensen die ik volg, hij heeft mijn banner gekopieerd. Mijn profielfoto gekopieerd. Mijn beschrijving gekopieerd. Alles wat hier staat, is hetzelfde. En alleen dus de username... En omdat hij mijn vrienden ging volgen, die niet veel volgers hebben, die krijgen dan een speciaal berichtje per volger. Dachten mijn vrienden dat ik ze geunvallood had en weer opnieuw ging volgen. Toen volgt ze gewoon de hele tijd al! Niet Rick Broers of. Te -te -te niet, niet. Rick niet Boers? Jij bent ook kut. Ik ga niet eens de moeite doen je te reporten. Ik hoop dat iemand anders zo lief is die moeite te doen. Ik, ik ga. Niet je bent het niet waard, man. Nou, dat het even uit mijn systeem. Um, voor de rest wil ik graag de wijze les geven. Zet af en toe een T neer op de plek waar dat moet. Ik wil niet zeggen dat mijn grammatica perfect is, maar wat die persoon net deed. Je probeert het niet eens! Dankjewel voor het kijken van deze video. Dit moest er even uit. Kusje van mij. Je ziet mijn kusje niet. Ik kan ook gewoon mijn facecamera aanzetten. Ik ben er nog steeds. Ik ben niet helemaal doorgedraaid, wel een beetje. Hier is een visitekaartje van de Killja Money. Maakt niet uit. woehoe, Dankjewel voor het kijken van deze korte rant. Als je dat toch gaat doen alsof je mij bent op het internet, stop er dan nou alsjeblieft een beetje moeite in, want hier word ik gewoon echt verdrietig van. Dankjewel.